Ja, 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 hier is Fishy weer. En natuurlijk weer een nieuwe DLC map natuurlijk. De map Kremlin Hardpoint gaan wij spelen. Gaan we hier met de ASM1 spelen. Zal ik met de HBR spelen? Kan ook, hè? Ja. Nou ja, even kijken. We gaan gewoon eerst met de ASM1. Nee, weet je wat? Ik ga gewoon met de HBR gaan spelen. Want het is een beetje een open map, Kremlin. En ik heb hem al een keertje gespeeld op TDM. En dat is echt fucking saai. Want het is echt een best wel grote map. En hardpoint is natuurlijk het voordeel dat, je een beetje naar met elkaar toe komt. Bij de hardpoint. Dus dat vind ik wel prettig. Dus dan ga ik gewoon met een HBR spelen. Nou. Let's do it, hè. Let's do it. Ik heb alleen deze. Ik heb deze dus TDM gespeeld. Ik heb hem al een keertje free for all gespeeld. Op de DLC event. En je ziet het, ik speel trouwens met een Red Dot. Waarom ben ik daar? Voor mij vind ik het gewoon lekkerder. Nou, ik speel UV System Hack en een Warbird. Dan zal ik het waarschijnlijk niet halen, maar een UV'tje kan wel. Oké. Okay. Dan kijken of ik hierboven wat zie nog. Er waren twee gasten dood. Hup. Oh, 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 nou ben ik het kwijt, ja. Ai, 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 ai. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet vaak speel met de HBR. Ik vind het zelf niet het lekkerste spelen, zeg maar. Ik hou meer van een ASM1 en een bal. Oké, daar liep. Nee, liep iemand, er vloog iemand. Kan ik beter zeggen. Die is super goed, deze gast. Hashtag not. En hoeveel mensen spelen? Oh, we spelen tegen drie man. Ik ben aan het lopen en ik denk, wat de fuck kom ik iemand tegen? Het is al een, moet ik zeggen, niet echt wat je zegt van wauw. Ja, ik heb wel UAV. Dat zijn ze sneaky plekjes. Nou, ze gaan ook niet op de hardpoint staan, zie ik al. Dus het is gewoon lekker killen. En we gaan het gewoon lekker zien. Oké, eentje loopt hier beneden. Ja. Oké, nice. Dat wel, nice. Bloodthirsty! Waar zitten ze? Ja. En heb ik een warp. Oh, in die turret zat er weer eentje! Nou. Ik heb niet helemaal een warbeurtje. Maar hij speelt tegen drie man, hè. Kutzooi! Teringleiers. Nou. Dan ga ik eindelijk een keer goed en speel je tegen niemand. Dat is wel zo natuurlijk. Hallo? Kun je omhoog? Oh, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben zoeken. Hey! Campertje! Hallo. Hardpoint identified. Pech. Ja. Mooi jongens. Even joinen, ik wou zeggen. Even joinen. UAV in waiting. Our UAV is online. Oké, nice. Hardpoint contested. Kijk waar ze komen. Kom maar. Sorry. Ik wou even weten waar je kwam. Ja. Een lekker sterk wapentje. Yes! En dat is een stemhack.
Iceberg, ready for deployment. Hup, en een Warbird. Andere kant weer lopen. We hebben een beetje de caps laten gaan. En oei, dit is niet zo'n lekker plek. Dit is niet zo'n lekker hoor, plek waar ik aan toe wil gaan. Merciless streak. Ik hoor ze jumpen hier. Hardpoint is ours. Ik speel nog een Sinus natuurlijk. Oké. Okay. Even hier omheen lopen. What the fuck? Ja, we hebben nooit. Ah, come on! Wat een bullshit toch? Die snipers zijn toch echt bullshit! Bullshit! Oh, wat een bullshit. Ja. Vanguard. Ik weet niet wat dat betekent eigenlijk. Wat ik wel weet is dat ik gered ben net. Kingslayer. We staan nu achter het trouwens. Dat is wel grappig. We staan nu achter om door die Kevli te gaan. Het boeit me ook helemaal niks, maar... Hey. Ja. Oh, kom op jongens! Hoe kunnen die gasten nou nog min hebben, hè, bij mij, hè? Vraag je dan af, hè? Hoe kunnen die gasten nou nog min hebben? Beetje over, hoe moet ik het zeggen? Een beetje zo van, ja. Dat kan ik wel. Maar ja. Oh. Wat een mooie camper daar. Nou. Oh my god! Double kill in de hardpoint. Nog eentje. Nou, hij gaat wel lekker. Op zich gaat hij wel lekker, maar... Kut, dit is slecht. Waar zeg ik dat dan ook? Nou ja. Enemy UAV online. Hey, hoe vind je? Hey. Ah, jammer. Oh, twee man. Oké, dat kan het wel, hè. Ik denk al van, zo slecht was het er ook weer niet, hè. We gaan trouwens ook nog verliezen, ook nog, hè. Die gasten, jezus mensen. Een bal op zin in stiel. Oh, die heb ik nog nooit gehad, hè. Echt kut is dat, jongen. Ja. Hoe kan je nou... Oh, laggy. Hoe kan je nou godsnaam zo verliezen? Als we tegen drie man hebben gespeeld. Maar ja, die gasten... Het is gewoon, ja. Jezus. Ja, het is... Verdedigen wel die hardpoint natuurlijk. Je hebt de 30 kills gehaald. Huh? 30 kills in Advanced Warfare vind ik al heel veel tegenwoordig. Hè? Hey! Had ik hem al gekild? Ja, ik heb die ene gekild, hè? Ja, 31 kills. Ik zag het niet helemaal. Kijk, hier omhoog. Je ziet het wel, deze map is wel heel groot hoor. Dus ik vind hem iets te groot ook. Als ik eerlijk ben. En waarom ga ik capture kunnen we halen nog? Nee, dat kunnen we nooit meer halen. Hoi, daar was je. Oké, kom op. Hardpoint contested. Oeh, hardpoint contested. Gaan we nog voor de overwinning, jongens? Zo, actief hoor, die gasten. Bij mij. Kijk of ik die... Kom maar. Waar zitten jullie? Nee.
niet gebruiken. Kunnen we hier langs staan? Kunnen we niet doodgaan, toch? Nou, natuurlijk niet. Ik ging er maar voor de kills. We hebben trouwens verloren. Dat zeker weten, natuurlijk. Wat ben je... Ja. Hij kan niet kapot, hè? Nee. Neppen. Dat glas kan wel kapot, maar niet hier. Hé, hey, dat wel. Oké, okay, je kan hem wel wegschieten. Oké, okay, oké. Enemy missile strikes. Volg me. Yes! Nee. En we hebben verloren. Maar ja, het kwam natuurlijk omdat we gewoon de touwtjes lieten vieren. 33-15. Dat is op zich wel goed natuurlijk. Ik heb wel in ieder geval wat gedaan en pie geworden weer natuurlijk. Ja. Nou ja, op Hardpoint. Ah, best wel een redelijke map. Op de andere game modes. Zou ik zo zeggen, minimaal domination. Maar ik denk Hardpoint leuker, omdat het een heel groot map is. En dan ga je toch in ieder geval nog naar elkaar toe. En op Team Deathmatch en op Kill Confirmed is het echt gewoon, ja, gewoon super groot. Jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En later. Bye bye.